Welkom terug bij de stemming, ons tweede uur met Frank Rubber en Paul Verstegen. Straks het opiniepanel. Journalist Manon Koolsen, ondernemer Nele Valkeneers en docent Luc Winans bespreken het nieuws van de week. Jos van Wers is al met zijn column. Verslaggever Valko Kremers doet verslag van de voetbalwedstrijd Willem II Fortuna Sittard. Maar we beginnen met armoede. Van de gemeente Heerlen wisten we het. Daar spraken we van grote armoede. Maar nog erger is het in Vaals. 6,4% van de inwoners van Vaals leeft in armoede, zo blijkt uit CBS-cijfers. Alleen in Amsterdam is het armoedeprobleem groter. Hoe komt dat? En wat kan een gemeente als Vaals eraan doen? En wat doet armoede met je gezondheid? Hier aan tafel wethouder Allee Hamakers van Vaals, Cindy Florax en Lucinde van Beem uit Maastricht en via lijnverbinding hoogleraar Gera Nagelhout van de Universiteit Maastricht. Gera Nagelhout, om met u te beginnen. Het CBS zegt dat armoede in ons land aan het afnemen is. Is dit nou het begin van een succesvolle aanpak? Nee, ja, het is eigenlijk gewoon een nieuwe rekenmethode die is toegepast. Wel in combinatie met een aantal maatregelen die ervoor gezorgd hebben dat het armoedecijfer ook daadwerkelijk afgenomen is. Maar het is wat ongelukkig eigenlijk dat op Wereldarmoededag juist de boodschap kwam van armoede neemt af. Terwijl we ook zien in de cijfers dat armoede steeds ernstiger wordt. Ja, u bent het eigenlijk met die cijfers niet eens. Nou, het is een mooi, als je puur naar de cijfers kijkt en waar het voor gebruikt wordt om beleid op toe te passen, dan is het goed dat er een nieuwe methode nu is, waardoor het CBS, het SCB en het Nibud het eens zijn over één cijfer, in plaats van dat er allerlei verschillende cijfers circuleren. Er zijn ook wel wat verbeteringen in de methode nu, zodat bijvoorbeeld de werkelijke kosten van wonen en energie zijn meegenomen en of iemand wel of niet spaargeld heeft. Maar er zitten ook nadelen aan en in ieder geval de boodschap brengen van armoede neemt af, dat maakt het wat te rooskleurig. Ja. Laten we het eigenlijk maar meteen zo concreet mogelijk maken. We hebben hier aan tafel Cindy Florax en Lucinda Beems, welkom alle twee. Om met Lucinda te beginnen, leven in armoede, wat houdt het in? Waar kom jij iedere week mee rond? Ik heb 60 euro per week. 60 euro per week? Ja, met mijn jongste dochter Cindy woont bij mij thuis en mijn hondje. En daar moet ik dan ook echt alles van kopen. Ja. En het wordt nu de laatste tijd steeds lastiger omdat alles duurder wordt. En dan ook dus heel vaak nee moet zeggen tegen mijn dochter die dus ook wat extra graag wil omdat de vriendinnetjes het ook hebben. En dat is heel lastig. Ja, Cindy, Florax, jij knikt met het horen van dit verhaal. Waar moet jij voor rondkomen iedere week? Ja, ik sta niet onder bewind of zo. Dat hebben we achter de rug, dat wel. Maar sowieso tot wij flink zijn teruggenomen qua inkomen. Sowieso met de man met die is thuis komen te zetten. Ja. Ik ben thuis komen te zetten. Arbeid is ongeschikt. Ja, dus dan val je al flink wat honderden euro's omlaag. En dan gaat alles omhoog. En ik heb de oudste zoon van 26 terug thuis wonen. Mm. Dus die huurtoeslag die heb je ook niet meer. Dan doet hij wel wat bij, maar dat red je dus niet met alles. Met hoeveel heb je tot je beschikking iedere week? Ongeveer een 70, 80 euro voor 5 man. Ja. En dan 5 man? Ja, voor 5. Daar kom je heel moeilijk van rond. Ja, dat is heel moeilijk. Ja. En nu sowieso die suikertax en alles is omhoog. Dus ja, je moet ook de kinderen, ik heb 2 jongere kinderen, wat nog naar school gaan. Dus ja, die moeten ook drinken mee hebben en dat lukt echt niet. Ja. En heb je al je leven lang eindjes aan elkaar moeten knopen? Of is dit gekomen sinds het feit dat je in de bijstand zit? Nee, ik zit niet in de bijstand. Sorry? Nee. Maar je hebt een uitkering? Ja, van de UWV heb ik al 2 jaar uitkering. Maar dat is eigenlijk de laatste, eigenlijk vanaf 2006-2007 is dat eigenlijk omlaag gegaan. Ja, dus je weet ook dat er een ander leven mogelijk is, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, want we hebben altijd met z'n tweeën gewerkt. En op een gegeven moment dan krijg je gezondheidsklachten en dan remt het af en flink. Ja, ja. Gezondheidsklachten, waar moet ik dan aan denken? Ik heb het long QT-syndroom, of het lange QT wordt dat ook wel genoemd. Het is een ernstige hartritmestoornis. Ik heb ook vaak aanvallen en dat maakt het ook nog best lastig thuis, zeker met mijn dochtertje. Ze weet ondertussen wel wat ze moet doen, maar dan nog hoop ik niet dat het nog vaak echt nodig is eigenlijk. Maar, ja, het is heel lastig om ermee te leven eigenlijk. En is er een verband tussen jullie thuissituatie en die gezondheid, denk je? Dus Lucie, Cindy. Ja, ik denk toch dat
dat als je een bepaald stressdingen om je heen hebt de hele dag, dat dat flink inspeelt op je lichamelijke. Ja. Want je bent daar continu mee bezig, het feit dat je te weinig geld hebt. Ja, ja. En ik heb daardoor heel veel slaaploze nachten eigenlijk. Dus dat te weinig slaap, ja, dat slaat ook in op je lichamelijke en het wordt er niet echt beter op. Nee. LRH-makers, wethouder in de gemeente Vaal, 6,4% van de Vaalsenaren die hebben een leven vergelijkbaar met dat van Cindy en Lucinda. Geschrokken van de CBS-cijfers? Ja, ontzettend. Het is niet nieuw voor Vaals. De school had decennia lang heel slecht op verschillende sociaal-maatschappelijke indicatoren. Ja. Maar het is wel iets wat je bezighoudt. Het hele weekend lang heb je nergens anders over. Dus zijn we ontzettend geschrokken dat we er toch weer zo slecht uitkomen. En in dit geval zelfs nog slechter. Dat er maar één gemeente in Nederland is die het relatief gezien slechter doet dan Amsterdam. Ja. Dan moeten er toch allerlei alarmbellen bij de gemeente gaan rinkelen, lijkt mij. Zoals ik net al zei, het is niet nieuw. We hebben gewoon een gestructureerde aanpak. Het is niet zo dat wij nu opeens iets heel anders gaan doen. Als ik naar cijfers kijk, we scoren slechter dan bij de voorgaande jaren. Ook door een deel, denk ik, door de nieuwe methodiek die is toegepast. Maar wat ik opvallend vind, is een aantal mensen die voor donderdag nog volgens de definitie arm waren, dat nu opeens niet meer zijn, gewoon omdat de definitie is aangepast. Dat betekent niet dat de situatie voor die hele grote groep mensen veranderd is. Alleen worden ze opeens niet meer gezien als arm. En dat vind ik heel bijzonder. Het wil een beetje wegblijven van die cijfers en de interpretatie daarvan. Het gaat gewoon om de situatie waarin deze mensen verkeren, zoals we hier ook twee dames aan tafel hebben. Hoe kan het dat dat in Vaals het geval is? Dat is eigenlijk een probleem dat we van oudsher hebben. Van oudsher Vaals een echte arbeidersgemeente. Denk aan de textielindustrie, 18e en 19e eeuw. Volgens een heleboel mensen die in de mijnen gewerkt hebben. Als ik Vaals afzet tegen de andere Heuvelandgemeentes, zijn wij de enige met meerdere hoogbouwflats. Goedkope huurwoningen bieden we aan. Dat is eigenlijk al jaren de oorzaak waardoor wij zo slecht scoren op onder andere armoede. Dan zou ik denken, weg met die flats, maar dat is toch geen antwoord, of wel? Nee, dat is absoluut geen antwoord. Kijk, je doet alles eraan om de pijn zoveel mogelijk te verzachten. We bieden een kleine 30 inkomensondersteunende regelingen aan. Maar als het puur gaat over de wijk waar de hoogbouwflats zich bevinden, dan zijn we wel gestart met een wijkgerichte aanpak. Dat doen we samen met Envida als zorgverlener en Krijtland Wonen. Waar in ieder geval wel meerjarig, maar dan heb ik over ruim 25 jaar, wel die trend proberen te realiseren. Maar wat kun je doen als gemeente? Enerzijds probeer je de pijn zoveel mogelijk te verzachten, maar inkomensproblematiek zou je niet als gemeente moeten bedrijven. Voor de verkiezingen is heel vaak gegaan over bestaansonzekerheid. Volgens mij ligt de oplossing en de sleutel daarvoor in Den Haag en niet in Vaals. Hoe moeilijk is het voor een gemeente die met zo'n enorme hoeveelheid armoede te maken heeft om dat te tackelen? Waar merk je het aan als gemeentebestuur? Je ziet het gewoon aan het straatbeeld. En vooral zijn een aantal zaken die heel goed draaien. En dat is vooral de goedkopere retail. Toerisme, neem ik aan? Ja, toerisme is voor ons natuurlijk de financiële drijfveer, lokaal gezien. Maar ik merk bijvoorbeeld ook aan een enorme toeloop naar schuldhulpverlening. Dat zijn dingen waar je ontzettend zorgen over maakt, vooral als portefeuillehouder. Ja. Jullie wonen in Maastricht, Cindy en Lucinda. Hebben jullie veel hulp van de gemeente? Nee. Ja. Nee. Nee? Nou, valt mee eigenlijk. Ja, in welke vorm, als de hulp er is? Ik heb sowieso hulp van Stichting Leergeld. Wat doet die stichting? Sowieso tot de kinderen kunnen lesvangen. Nu heb ik voor de middelste van 12 heb ik de goedkeuring gekregen tot die mee kan doen aan het voetballen. Ja, die ondersteunen dus, deze stichting ondersteunt sportplek voor kinderen die het moeilijk hebben. En ook Stichting Leergeld steunt ook de ouders thuis in verband met de kinderen wat overblijven. Mm. Dat wordt weer overgepakt van Stichting Leergeld. We hebben nog één ding, zo Quiet, dat helpt ook heel veel. Wat is dat? Dat is een hulpinstantie, ja, die zoals een kinderfeestje met een verjaardag, wat je niet kan betalen, zij regelen dat, tot toch je kind mee kan doen en
het sociale dingen van, oh, ik heb een kinderfeestje. Niet zo van, ja, met papa en mam kreeg ik het niet, want het gaat niet financieel. Tot ze dan toch mee kunnen praten en toch kinderen van school kunnen uitnodigen voor mee te gaan. Zo'n dingen aan. Van, ja, Elisabeth Stroeven en zo en alles, er komt heel veel van. Er zijn dus verschillende initiatieven, ja, die jullie een handje helpen. Ja, maar niet iedereen is er bekend mee. Nee. En niet iedereen wat een schuldhulp vraag heeft, komt daarbij uit. Gerard Nagelhout, komt dit bekend voor, veel initiatieven die niet gecoördineerd zijn voor mensen die in armoede leven? Ja, zeker. Er zijn ook vanuit, natuurlijk vanuit de gemeente en vanuit de overheid allerlei mogelijkheden voor extra toeslagen bijvoorbeeld. Waar mensen gewoon de weg niet naar weten te vinden. Of dat niet aandurven omdat ze bang zijn dat het uiteindelijk weer teruggevorderd wordt. En er zijn best wel wat initiatieven, maar het zijn allemaal losse initiatieven. Met ook allemaal hun eigen voorwaarden en regels waarbij je er wel of niet aan voldoet. Het zou natuurlijk veel mooier zijn als dat gewoon, als je gewoon bestaanszekerheid hebt, omdat je minimumloon of je uitkering gewoon voldoende is. Dat is natuurlijk veel beter dan dat het allemaal pleisters zijn die er geplakt moeten worden. Ja. Hebben gemeentes een rol wat u betreft als het gaat om de coördinatie van al die initiatieven, dat dat wat beter samenpakt? Ja, idealiter is dat er een goede samenwerking natuurlijk tussen de landelijke overheid en de gemeentes, dat die er altijd eigenlijk beide alles aan doen om mensen in deze situatie te helpen. En dan heb je het er wel over zorgen dat er gewoon meer geld is voor mensen, als ook zorgen dat de hulp beter aansluit op mensen, dat de omgeving van mensen beter wordt en ook dat er meer kansen zijn om ergens uit te komen. En bij betere hulp moet je dan bijvoorbeeld denken aan dat hulp langduriger zou moeten zijn, meer gericht op het persoon, in plaats van dat je online allemaal zelf moeilijke formulieren moet gaan vinden, dat je gewoon met een persoon contact hebt die je daarbij helpt. En dat het ook sneller gaat. Dus als er al eerste tekenen van betalingsproblemen zijn, dat mensen eigenlijk meteen geholpen worden, zodat armoede echt voorkomen wordt. Aanmakers van de wethouder van de gemeente Vaals, als u dit zo hoort, snapt u dit? Ja, absoluut. En is dit ook iets wat in Vaals in gang is gezet? Nou, als ik kijk naar het begrijpelijk houden van de regeling die we aanbieden, hebben we bijvoorbeeld een werkplaats financiën. Men spreekt met één vrijwilliger, wordt gerund op vrijwillige basis. En die helpt eigenlijk met alles wat wij kunnen aanbieden. We zien ook dat de toeloop daarna gewoon heel hoog is. Staat het zetten onder druk ook, vooral omdat op vrijwillige basis wordt gerund. Maar op die manier proberen wij onze inwoners ook wegwijs te maken door de verschillende regelingen die we aanbieden. Ja, maar als jullie merken dat een vrijwilligerstekort een factor is bij dit soort initiatieven, spring je dan niet bij? Dat zijn we inderdaad van plan. Van plan? Ja. Aanstaande dinsdag ligt er een voorstel voor in het college. Ja, u heeft meteen gedacht, ik moet hier werk van maken, want ik word natuurlijk aangesproken door iedereen over die armoedecijfers in Vaals. Nee, absoluut niet. Daarvoor hadden we al voor het publiceren van de cijfers. Kijk, wat ik zeg, we hebben gewoon een heel duidelijke koers op dit vlak. Daar heb ik vertrouwen in. Desondanks kijken we nog steeds waar, hoe je dingen kan verbeteren. Ja. Er is ook een andere gemeente in deze regio, Heerlen, die hebben een zwaar problematiek in Heerlen-Noord. Daar is nu zelfs een nationaal programma op losgelaten. Kijkt u niet af en toe of gaat u eens bij de collega's informeren van hoe gaan jullie hiermee aan het werk? Want dat is best wel een vernieuwend idee om zo totaal die armoede aan te pakken. Ja, absoluut. Als ik het heb over die wijkgerichte aanpak waar wij vorig jaar mee zijn gestart, dan is Heerlen-Noord en al een ander mee aan de gang. We zijn al op werk bezoek geweest. Waarom naar Rotterdam-Zuid? Om toch te leren van andere omgevingen. En daar kijken hoe we dat ook in Vaals, heel kleine gemeenten, ook bij ons kunnen implementeren. Ja. Gerard Nagelhout, u bent gespecialiseerd in het verband te leggen tussen armoede enerzijds en het welzijn anderzijds. We hoorden het hier al aan tafel van de twee dames, Cindy en Lucinda. Wat is dat verband precies? Ja, ze beschrijven het eigenlijk al heel goed. Het is helaas zo dat als je lang in de geldstress zit, dat echt chronische stress oplevert. Als je korte stress hebt, dan kan dat, is dat eigenlijk geen probleem. Maar als je in chronische stress leeft, dan heeft dat echt rechtstreeks gezondheidsgevolgen. Bijvoorbeeld een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en slaapproblemen die al genoemd werden. Maar bijvoorbeeld ook angststoornissen, leerproblemen bij kinderen. Iets als slaapproblemen klinkt soms heel onschuldig, maar als je lichaam niet voldoende slaap krijgt, dat heeft natuurlijk hele grote gevolgen, zowel mentaal als fysiek.
En ja, we zien ook dat er een bepaald gebied in de hersenen is wat eigenlijk niet meer goed functioneert als het onder chronische stress staat. En dat is het gebied wat je nou juist nodig hebt om te plannen, te prioriteren en impulsen te onderdrukken. En dat zijn dan weer de dingen die je nodig hebt om goed met geld om te gaan, maar ook om gezond te leven. Dus dat maakt het allemaal, dat in de chronische stress leven heel erg ongezond is. En daarnaast zien we vaak schaamte die er speelt over in armoede leven, terwijl dat natuurlijk niet nodig zou moeten zijn, maar dat speelt er wel. Waardoor mensen vaak geen hulp zoeken, zowel voor gezondheidsproblemen als voor geldproblemen, waardoor het eigenlijk alleen maar erger wordt. U bent op dit moment nog bezig met het onderzoek, hè? Nou, we doen verschillende onderzoeken en we gaan vanaf januari een onderzoek starten samen met de mensen in Maastricht zelf, dus bijvoorbeeld ook Cindy en Lucinda, om te kijken naar de relatie tussen hart- en vaatziekten en hoe het zijn met rondkomen. En Cindy en Lucinda, hoe werken jullie mee in dat onderzoek? Wat doen jullie dan? Lucinda? Ja, dat is nu nog eigenlijk een beetje afwachtend, want we zijn met meerdere. En ook kijken van wie gaat doen. En ik ben ondertussen al zelf eigenlijk al dingen aan het onderzoeken van wat zijn alle hartvaatziektes, wat zijn de symptomen. Dus ik ben al wel een beetje aan het voorbereiden, maar het is nog eigenlijk een beetje afwachtend wat de groep per persoon gaat doen. Ja. Cindy, waarom doe je mee aan dit onderzoek? Sowieso omdat ik mezelf herken in dit. En omdat er helaas meerdere zijn, qua familie, vrienden, wat er ook in zitten. En ja. Wij zitten ook bij een brooduitgifte, dus we zien iedere dag zien we wel steeds meer mensen komen. En we zien ook mensen wat zich echt schamen ervoor. Dus ja, je kan je beter inleven, dus je weet hoe en wat het speelt. Ja, jullie zitten hier. Eigenlijk zijn jullie dus een beetje de schaamte voorbij. Hè? Jullie hebben echt gezegd van het is niet iets om veel over te praten, maar je durft het wel. Wat heeft je daartoe gebracht? Ja, maar wat heeft je daartoe gebracht, Lucinda? Ja, toch wel het samen zijn, dat we het samen doen. En ja, dan is de stap ook wat makkelijker maken dan dat je het alleen had moeten doen eigenlijk. Ja, gaat dat ook voor jou? Ja. En zo'n week van armoede, helpt dat als we een hele week het erover hebben? In de media? Lucinda? Weet ik niet. Ik denk dat het wel een wakerpuntje geeft, maar of het echt helpt, weet ik niet. Maar we hopen het wel. En de aanmakerswethouder van Vaals, hoe ziet u dat? We hebben het vaak over armoede. Vooral beleidsmakers praten vaak over armoede zonder dat ze ooit in zo'n situatie hebben gezeten. Ik ben zelfs sinds 1 april bij wethouder. Als ik kijk van hoe ga je nou dingen anders proberen vorm te geven, dan is dat om het met ervaringsdeskundigen, mensen die ervaring en kennis hebben als het over armoede gaat, om die te betrekken bij armoedebeleid. Zijn zij de enigen die weten of de regelingen die we aanbieden ook daadwerkelijk werken? Gerard Nagelhout, blij met zo'n week van de armoede en de aandacht die dat genereert? Nou, ik vind het altijd een beetje ingewikkeld. Het is natuurlijk uiteindelijk goed dat er aandacht voor is, maar dat het dan alleen in oktober is, vind ik ook wel weer verdrietig. Want het is gewoon een probleem waar mensen het hele jaar mee te kampen hebben. Dus daar moeten we eigenlijk het hele jaar door aandacht voor hebben. Mag ik jullie allemaal danken voor jullie aanwezigheid. Cindy Florax, Lucinda Beens, Alain Haarmakers, wethouder van Vaals en onderzoekster Gera Nagelhout. Dank jullie wel.